hele goede middag. Hey, mijn meisje. Ja. Ja, lieve vriend, ik ben met een bakje koffie bezig. En ik ga zo nog even een broodje klaarmaken. Ik heb uiteraard Karin weer aan de telefoon. Het zal niet zo zijn. Vind ik niet erg. Is alleen allemaal leuk. Maar ik wens jullie van harte welkom bij mijn nieuwe vlog. En ja, we gaan er gewoon weer tegenaan. Die meneer daar, die sloeg er net even uit naar de twee meisjes. Zoals naar haar en zoals naar haar. Nou, dat vind ik niet leuk. Nee. Dat vind ik totaal niet leuk. Maar ik wens jullie een hele fijne zaterdag. En dat jullie mogen genieten van deze vlog. Het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt. Maar het is ook zo koud, dus moet je naar buiten. Kleed je goed aan. Ja, want er is niks aan. Ik denk dat ik zelf ook alweer verkouden word. Want mijn neus die kriebelt en ik hoest af en toe alweer. Dus ja, het gaat weer helemaal de verkeerde kant op dat er gaat. Maar ja, komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, geniet van elkaar, met elkaar, van alles, met wat jullie doen gaan. Ja, lieve vrienden, ik zou jullie nog steeds laten zien die kleding die ik gekocht had, hè. Voor 50 cent per stuk. Nou, dit is dan een glitterjurk met zwarte mouwen. Ik heb alles even over elkaar heen gelegen, dus ik haal nou deze er weg. Dan heb ik hier een rode glimmende blouse met een zwarte glimmende blouse. Het model is hetzelfde. Dan leg ik die even daar neer. Ik vind ze super mooi. Nou, dan haal ik die even weg. Dan heb ik hier een tuniek jurkje voor desnoods op mijn bruine broek. Want hij is bruin. Nou. En dan heb ik hier een leuk shirtje. Die denk ik dat ik die straks aan doe. En dan halen we die weg. En dan heb ik hier weer een leuk shirtje. Een beetje voor de zomer. Nou, en dan heb ik nog weer een... Ja. Tuniekje, daar is hij weer te kort voor, maar ook voor de zomer. Desnoods kan ik daar ook wel wat onder doen. Een donkerblauwe blouse of zo. Want die kleur heb ik weer niet. En dat is blauw. En dat heb ik weer wel. En dan kan ik het ook bij wijze van spreken nu aan. Ja, waarom ook niet? Maar ik weet het nog niet wat ik aan wil. Nee. Ik zit te twijfelen tussen die twee. Welke zal ik aandoen? Nou, ja. Ik weet het nog niet. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, jullie hebben het nou gezien. Dus ik sluit deze vlog weer af. Ja, lieve vrienden, het is nog steeds zaterdag. En het is ook nog steeds de 17e vandaag. Het is 4 uur. En mijn hondje die ligt lekker op de bank. Hé, kwispelen, kwispelen of niet? Jij, ja, dacht ik. Het is nog steeds ook mooi weer, maar ook nog steeds heel erg koud. Ja, ik ben er ook nog niet uit geweest. Hoeft ook niet. Is niet nodig. En dat is mijn klok. Ja, ik ga zo meteen eventjes alles overhevelen naar mijn pc. En ik zal Karin weer even bellen met mijn mobiel. Maar ik moet hem eerst even leeg trekken. Ja, ook daar staat een filmpje op. Dus dat gaan we eerst doen en dan bel ik weer terug. Ik heb net eventjes Utopia gekeken. Dat hadden we gisteren opgenomen. Dus het is voor mij allemaal wennen met dat apparaat. Met die... Nou, hier ook een afstandsbediening. Die ik dus nog niet kan. Sinds gisteren pas heb. En dan draai je hem om. Nee, dat. Ja, nou, het is allemaal maar eng. Dus ja, dat is allemaal eventjes wennen. Maar dat komt goed.
Dus ik ga nou de boel even leegtrekken en op de pc zetten. En dan kan ik straks weer een vlog in elkaar gaan puzzelen. Ja, ook altijd leuk. Dus ik zeg tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn eten voor mijn neus staan. Ik heb van alles en nog een beetje, ja. Daar heb ik kuppen soep, koffie, een wijntje. Ja, en dat is iets vreemds. Het is wel overheerlijk. En dat heet biefstijl, weet ik voor hoe je dat uitspreekt. Maar het is wel lekker. Ja, en dan kun je de soep eten, maar ik doe er even nog een broodje bij. Dus ja, dat is lekker erin dopen, net zoals bij soep of zo, ja. Er zitten grote stukken vlees in, dus komt goed. Ga er lekker voor hapstukken. En ik kom later wel weer terug bij jullie. Tot later.